scherpstellen is kiezen welk punt of deel van onze foto we scherp willen. Het is een belangrijke manier om de aandacht van onze kijker te trekken naar het onderwerp van onze foto. Op deze foto bijvoorbeeld worden we als kijker gezogen naar de bloem. De onscherpe achtergrond is minder belangrijk. Het zou een vreemde keuze geweest zijn van de fotograaf om het omgekeerde te doen. De achtergrond scherp en de bloem wazig. Er zijn twee manieren om scherp te stellen: automatisch en manueel. Doordat hedendaagse camera's supersnel en accuraat kunnen scherpstellen, gaan we zo goed als altijd op AF of autofocus werken. Automatisch scherpstellen is heel eenvoudig. Eerst moeten we ervoor zorgen dat onze camera op AF staat. Bij spiegelreflexcamera's is dat normaal via een schuivertje op de lens. Daarna richten we de camera op ons onderwerp en drukken we de ontspannersknop half in, waardoor de camera zal starten met de scherpstelling. Van zodra de camera klaar is, zal die een korte pieptoon laten horen en of een lichtje doen branden in de zoeker. Op dat moment kunnen we de ontspannersknop volledig indrukken om de foto vast te leggen. Autofocus maakt gebruik van een x-aantal scherpstelpunten die we in de zoeker kunnen herkennen als de zwarte rechthoekjes op ons beeld. Afhankelijk van welk punt geselecteerd is, zal de camera scherpstellen op het gebied dat onder dat punt valt. Bijvoorbeeld, selecteren we het uiterst linkse scherpstelpunt, dan zal de klavers 10 scherp op de foto staan. En kiezen we uiterst rechts, dan wordt hard een 10 scherp. Afhankelijk van het type camera zullen er meer of minder scherpstelpunten beschikbaar zijn. Duurdere camera's bijvoorbeeld hebben er meer dan 50. We kunnen via 3 methodes de autofocus gebruiken. De snelste en meest accurate methode is via het centrale scherpstelpunt. Laten we eens kijken hoe deze werkt. We starten met het selecteren van het centrale punt. Daarna mikken we via dat punt op het onderwerp dat we scherp willen op onze foto. Dan drukken we de ontspanningsknop half in, waardoor de camera zal starten met scherp staan op hetgeen achter dat punt ligt. In dit geval willen we de bloem scherp en mikken we dus op de bloemblaadjes. Maar zodra de camera ons een signaal geeft dat die klaar is, kunnen we, indien gewenst, onze kadrage nog aanpassen. Zolang we de ontspanningsknop niet loslaten, zal de camera zijn scherpstelling niet meer aanpassen. Eens we tevreden zijn van ons kader, kunnen we de foto vastleggen door de ontspanner volledig in te drukken. Stel dat we de ontspanningsknop wel zouden loslaten tijdens het herkadreren, dan zal de camera zijn scherpstelling loslaten. Wanneer we dan met ons nieuw kader de foto nemen, zal die dus opnieuw scherpstellen doordat we nogmaals de ontspanner half indrukken. Maar deze keer op het verkeerde onderwerp doordat we de camera hebben bewogen. En zoals we hier kunnen zien, zorgt dat voor een verkeerde foto. Doordat het centrale scherpstelpunt in vergelijking met de randpunten een stuk gevoeliger en accurater is, zullen we deze methode het meest gebruiken. De tweede methode is gelijkaardig aan de vorige, maar in plaats van het centrale punt kiezen we telkens manueel het scherpstelpunt dat het dichtst bij ons onderwerp ligt. Dit is natuurlijk een stuk trager om bij ieder veranderend beeld opnieuw een punt te kiezen. En als laatste methode selecteren we alle scherpstelpunten. De camera kiest dan uit alle beschikbare punten één geschikte. Het probleem bij deze manier is dat de camera probeert te gokken wat er in ons beeld scherp moet zijn. En dat doet hij vaak verkeerd en dus kunnen we deze methode niet altijd vertrouwen. Mogelijke problemen. Elke lens heeft een minimum afstand waarop je een onderwerp scherp in beeld kan brengen. Als we dus op autofocus te dicht bij ons onderwerp komen, dan kan het zijn dat onze camera weigert. En dan moeten we dus onze foto van iets verder nemen. Camera's hebben het soms moeilijk om scherp te stellen op effen vlakken of in het donker. In dergelijke situaties is het dan beter dat we manueel scherp stellen. Sommige camera's hebben enkele standen waarbij ze kunnen scherpstellen op bewegende onderwerpen. Deze standen
vaak AI Servo of Continuous Servo genoemd, worden minder vaak gebruikt en kunnen in het begin voor heel wat verwarring zorgen. Deze vermijden we dus voorlopig beter. Maar stel dat onze scherpstelling raar gedrag vertoont, dan kunnen we controleren of we wel degelijk op Single Shot staan en niet op AI Servo of Continuous Servo. Als laatste is het belangrijk dat we na het half indrukken om de scherpstelling te fixeren, we de afstand tussen de lens en het onderwerp niet meer veranderen. Anders wordt ons onderwerp toch nog onscherp in beeld gebracht. We kunnen dit wel doen als we dan opnieuw half indrukken na het veranderen van onze afstand. Wat hebben we geleerd? Wat scherpstellen is? Hoe we het best kunnen scherpstellen via het centrale scherpstelpunt? En enkele mogelijke problemen die we kunnen tegenkomen tijdens het automatisch scherpstellen.